deze witte trap hier achter mij is eigenlijk de rode loper vanavond op het kinderboekenbal. De feestelijke opening van de 54ste kinderboekenweek. En vanavond is niet alleen de feestelijke opening van de kinderboekenweek, maar wordt ook bekendgemaakt wie er een gouden griffel heeft gewonnen. En iedereen hier is heel benieuwd wie dat gaat worden. We gaan het zien. Nou, dames en heren. Omdat de auteur gepassioneerd is voor zijn onderwerp. Omdat de auteur zijn lezer nergens betuttelt of beduvelt. Omdat na deze leeservaring niemand nog zal durven beweren dat geschiedenis saai zou zijn. Kortom, omdat het origineel is en grappig en krachtig en rijk. En omdat het heerlijk leest, om al deze redenen gaat de Gouden Griffel 2008 naar Kinderen van Amsterdam van Jan-Paul Schutter. En dat dit misschien net een iets ander boek is, geen idee. Maar ik ben er wel heel, heel, heel erg blij mee dat het gebeurt. Ik vind het heel fijn voor informatieve boeken. Volgens mij is het nog nooit eerder gebeurd. Gefeliciteerd ook. Maar ik hoopte wel dat hij zou winnen, want Jan-Paul was de enige van dat hele groepje die nog nooit een van die grotere prijzen had gewonnen. En een beetje afwisseling lijkt me alleen maar goed. De combinatie van strips en het verhaal, het geschiedenisverhaal, dat past ten eerste goed. En ten tweede is het nieuw. Het is niet eerder in die vorm gegoten. Dus ik hoop dat dat bijdraagt aan de leesbaarheid. Bijna altijd boeken vanuit het oogmerk dat het leuker moet kunnen. Het onderwerp wat ik aanpak moet iets nieuws toevoegen aan wat er al is. Anders begin ik er niet aan. En in dit geval wist ik zeker dat het dat er een fantastisch boek van te maken was. Ik ben heel blij dat de rest van de wereld dat nu ook vindt. Als Gruppie, heb je zin, dan maak ik nu een ommetje. Over spionage.